De Stichting Toerisme Suriname zal de komende periode werken aan het verwerven van eigen inkomsten. Hierdoor zal de stichting minder afhankelijk zijn van subsidiemiddelen van de regering. Dat zegt Armand Liayong, die onlangs wederom is aangetreden als directeur van de stichting. Suriname maakt momenteel een positieve groei mee in de toerismesector. Dit is een goede gelegenheid voor de stichting om zelfstandig te worden. En dat is noodzakelijk gezien de economische omstandigheden waarin Suriname nu verkeert, zegt Liayong. Wat we gaan doen is nu het bedrijf proberen gezond te maken, weer gezond te maken. Er zijn mogelijkheden daartoe. Eén wat we gaan doen natuurlijk is herstructurering, reorganisatie, versterking van de interne organisatie. En waarbij we in mind hebben sowieso het treffen van maatregelen met betrekking tot efficiëntie en productiviteitsverbeteringen. Toch is het eerste wat we gaan doen. Twee, dat we inderdaad nu aan het aftasten zijn, identificeren zijn van alle mogelijke manieren van inkomstengenerering. En dat vraagt nog een stukje creativiteit. Dingen, bepaalde dingen kan je zelf doen, maar voor andere dingen ben je ook weer afhankelijk van derden, overheid of andere organisaties. Dus we brengen dat in place, maar in ieder geval dat proces is nu al ingezet. Er zal ook geïnvesteerd worden in automatisering. Zo zullen de immigratieformulieren bij aankomst en vertrek elektronisch verwerkt worden. U weet, bij dat proces is in gebruik een immigration form, een embarkation en disembarkation form, ID form wat we noemen, toch, mensen voor aankomst en bij vertrek. Toch? Dat gebeurt nu allemaal een beetje handmatig. Ja, is zeer money consuming, als ik zo mag zeggen. Het kost veel geld, drukwerk enzovoorts, maar ook omslachtig bewerkelijk. Toch? We gaan nu naar een systeem van online. Dat is waar wij nu aan we werken eraan. Om dat allemaal online te gebeuren, dus electronic immigration form. Toch? Natuurlijk gaan we praten met alle, er zijn al gesprekken gegaan met alle relevante instanties. En wat we gaan doen, dat is voor die data verzamelen. Dat is dus Armand Liayong, directeur van Stichting Toerisme Suriname, over de plannen om meer toeristen in het land binnen te krijgen. In 2017 kwamen er 278.000 toeristen naar Suriname.